Vanmorgen. Of vanmiddag was het al. Om 2 tot 3 uur. Was ik even in de gelegenheid om naar de kerkomroep te luisteren. De uitzending vanuit de kerkje aan de zee. En ik hoorde de familie Mazreel. Ik heb geweldig genoten van de zang en van de begeleiding. En waar ik vooral door getroffen werd, was een lied op het eind. Of eerst nog declamatie, waarin God onze Vader werd genoemd. En dat werd nog meer benadrukt door een lied op het eind, Abba Vader. En in het dagboek wat ik aan lezen ben, vond ik daar ook een stukje over met als thema onze Vader. 2 Korintiërs 6, vers 14 tot 18. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Of wat deel heeft de gelovige met de ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levende Gods. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen. En ik zal hun God zijn en ze zullen mij een volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heer. En raak niet aan hetgeen onrein is. En ik zal uw lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Onze Vader. En ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn. Dat is vers 18 van 2 Korintiërs 6. Dit is de mooiste naam van God, deze naam, die hij onszelf op de lippen gelegd heeft. We mogen hem onze vader worden. Hierin zien we wat hij voor ons voelt en in welke verhouding hij tot ons wil staan. Verder laat het woord ook zien welke teer zorg hij elke dag aan ons moet geven. God kon ons ook een andere naam geleerd hebben. Hij kon ons ook geleerd hebben hem uw majesteit te noemen. Dit zou ook heel goed bij hem gepast hebben. Maar het spreekt niet hetzelfde uit als onze vader. Ik geloof niet dat je heel dicht bij iemand kunt komen die je zo aanspreekt met uw majesteit. In elk geval niet zo dicht als bij iemand die je mijn vader noemt. Toch moeten we wel bedenken dat de Joden uit het Nieuwe Testament bij de naam vader aan iets anders dachten dan wij vandaag. Ze wisten heel goed dat je vader nooit je vriendje kon zijn. Hij was een persoon met gezag. Als hij sprak, was jij stil. Als hij een besluit nam, gehoorzaamde. Van tegenspreken was geen sprake. Binnen die cultuur leert Jezus ons God onze Vader noemen. God is onze Vader, want hij houdt van ons en zorgt voor ons. Maar hij blijft ook God, ver boven ons verheven. Dank u wel, Heer, dat u in Christus Jezus mijn Vader bent.